Een deel van de vluchtelingen die de kerk aan de Sportlaan hebben gekraakt wil woensdag naar een nieuw tentenkamp op de Koekamp verhuizen. De actievoerders hebben geen verblijfsvergunningen en willen actie blijven voeren op de Koekamp totdat er een oplossing voor hen is gevonden. Het bisdom is niet blij met de kraakactie, maar laat de kerk niet ontruimen. Henk Bres is een actie begonnen voor het behoud van de pier. De beroepshagenees roept op om een potje te maken voor renovatie van het bouwwerk. Hagenaars zouden daaraan willen meebetalen omdat iedereen jeugdherinneringen heeft aan de pier. Afbreken kost 2 miljoen, doe er 3 miljoen euro bij en je hebt weer een mooie pier, aldus Bres. Ooievaars houden van Den Haag en andersom. Tijdens de jaarlijkse wintertelling werden de meeste exemplaren gezien rondom Den Haag, Meppel en in Friesland. Er zijn dit jaar landelijk wel minder ooievaars geteld. Meestal overwinteren ze in zuidelijke landen zoals Spanje, Portugal en in Afrika.